Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben al kort geïntroduceerd, maar ik zal heel even kort vertellen wie ik ben. Mijn naam is Guido van Bentum. Ik ben ook R1B, dus ik ben een verre neef van Hans Pijnenburg. Dus goed om mijn neef eerst te zien. Ik ben getrouwd, 4 kinderen en ik ben bedrijfseconoom. Iets anders dan geneticus. En ik doe al ruim 40 jaar aan genealogie. En Maarten, wil jij je nog kort voorstellen? Of kan ik meteen? Ja, iedereen kent je. Oké. Okay. Dan mag je mij assisteren om de volgende slide. Of moet ik het zelf doen? Nee. Ja. Ja, ik was een jaartje of 12. Toen begon ik geïnteresseerd te raken in de familiegeschiedenis, in de stamboom. En ik. Wil ik je vragen om aan die kant te gaan staan. Sorry. Ja, dankjewel. Ik denk we bedienen 2 kanten. Maar ik was een jaartje of 12, toen begon ik geïnteresseerd te raken in de familiegeschiedenis. En ik vroeg toen aan mijn vader verschillende vragen. En een van de vragen was, ja, waar komt onze naam eigenlijk vandaan? En toen zei mijn vader, nou, net over de grens in Duitsland ligt een plaatsje Bentheim. Ja, en daar komt die naam vandaan. Maar hoe die mensen ooit hier naartoe zijn gekomen, geen idee. Nou, als je al wat oudere kaarten bekijkt, dan zie je dat het al snel Bentham wordt. En dat is eigenlijk exact de spelling van mijn huidige achternaam. En dat is een verbastering van Tubantenheim. Dat is eigenlijk het land waar de Germaanse stam de Tubanten leefde. Maar goed, dan hield het snel op bij mijn vader. Dus dan mogen we naar de volgende slide. En we hadden tante To, tante van mijn vader. Die wist wat meer te vertellen over de familie. Ze had gelukkig een klein familiearchiefje met trouwboekjes en bidprentjes en familieberichten en ook oude foto's. En hier zie je een foto van ongeveer 1910, dat is het gezin van mijn overgrootvader. Links vooraan staat tante To, ik denk dat ze dan 1 jaar of 3 was. En rechts naast mijn overgrootmoeder staat mijn grootvader, misschien kun je wat trekken. Maar wat enorm hielp is dat ze ook 2 bidprentjes had van mijn bedovergrootouders. Henricus van Bentum en Christina Gudden. En Henricus was geboren in 1829 in Lobith. Dus een beetje waar de Rijn ons land binnenkomt. En daarmee had ik voldoende gegevens om een eerste bezoek te brengen aan het Gelders archief. En toen nog het Rijksarchief in Gelderland. En we kunnen naar het volgende plaatje. Daarmee kon ik aan de slag met de burgerlijke stand. Die kreeg je toen nog op het bureau. Hoger. Ik ben niet van de techniek, maar kan het scherm hoger? Nee. Die microfoon hoger? Ja. Ik kan nog even vertellen. Dan gaan we weer verder. Nou, hier zie je het plaatsje Lobith, vlakbij de Rijn. En ik kon in het Rijksarchief in Gelderland kon ik met de burgerlijke standgegevens en de kerkregisters kon ik terug tot 1709. En mijn voorvader Theodorus was gedoopt in Elter, dus een klein plaatsje bij Lobith. Lobith had nog geen katholieke kerk, dus ze moesten naar Elter. En er stond bij het huwelijk dat hij uit een andere plaats afkomstig was, maar er stond niet in welke plaats. Dus dat was lastig. Dus was ik noodgedwongen om eigenlijk 30 kilometer om de plaats Lobith alle kerkregisters af te zoeken naar een passende Theodorus. Die heb ik uiteindelijk gevonden in 1680 gedoopt, vlakbij het plaatsje Leut. Dat zie je in het andere vakje, vlakbij bleek uiteindelijk. Nou, 29 jaar bij huwelijk, dus nou, dat moet kunnen. De moeder van de dopeling heette Wilhelmina. En de oudste dochter van mijn Theodorus was ook Wilhelmina. Dus qua vernoeming zat dat ook goed. En ook qua doopgetuigen dacht ik, nou, dat zou best wel een passende Theodorus kunnen zijn. Wat mij opviel in het plaatsje Leut, er zaten verschillende families, gezinnen van Bentum. Met de naam Walraven kwam er heel prominent naar voren. Op zich een opvallende naam, komt niet heel veel voor. En wat mij ook opviel is dat op 2 kilometer afstand van waar mijn voorvader Johannes woonde, dat
komt terug tot 1600 ongeveer met de kerkregisters uit Leut en de schepenbankprotocollen. 2 kilometer afstand had een kasteel gestaan. Het kasteel heette Spaldorp. Dat zie je dat op een plaatje daarnaast. Is in 1672 door de Fransen verwoest. Ze hebben nooit schade betaald, helaas, maar het is gebeurd. En tot 1473 woonde daar een familie van Bentham. En die familie is goed gedocumenteerd tot in de 13e eeuw. En ook daar komt de naam Walraven prominent in voor. Dus ik dacht van ja, daar moet toch een link, dat kan toch niet toevallig zijn, daar moet een linkje zijn. Alleen de hamvraag van nu is natuurlijk wel even van de Theodorus van 1709. Is dat dezelfde die in 1680 gedoopt was? En dan kijk ik naar Maarten. Hoe kan DNA ons daarbij helpen om dat te bewijzen? Dank u wel. Ik dacht even naar het koelere noorden te komen. Steken ze mij hier in een sauna? Ja. Goed, welkom. Ik heb gelukkig mijn handdoek bij. Ja, eigenlijk vind ik dat een fantastische vraag van Guido. Dat zijn heel weinig mensen die daar eigenlijk hun opzoekingen zeggen van, is dat wel correct? Ik bedoel, ik heb zelf ook heel wat studies gedaan met mensen. En al wat die geven, veel maken ze veronderstellingen. Want een stamboom maken is eigenlijk puur iets statistisch. Hè? Je vindt opeens een Maria de Jong. Ja, maar ja, is dat dezelfde Maria de Jong van in een ander document? En vaak gaan ja, mensen daar een beetje een loepje om nemen. En ik vind dat een fantastische vraag al direct van Guido. Die zei van, hoe zouden we dat kunnen gaan analyseren en kan je helpen met DNA? En DNA is eigenlijk, maar iedereen begint zo direct te kijken, dat is maar gewoon een cartoon, maar DNA is eigenlijk een fantastisch hulpmiddel in de vraagstelling van Guido. Maar eigenlijk is dat niet zo evident, want wij spreken hier allemaal over verwantschappen enzovoort, maar verwantschap is een zeer complex gegeven. En het heeft verschillende aspecten. Je kan verwant zijn juridisch, sociaal of biologisch. Juridisch, ik ben de vader, juridische vader van mijn kinderen, omdat ik getrouwd was en nog altijd ben met de moeder van mijn kinderen. Maar ik kan er voor de rest niks mee te maken hebben, maar op mijn stamboom zullen ze er wel bij staan. Sociaal, je kan pluspapa zijn of grootouder, dat is perfect. Ook verwantschap. Maar wij kijken naar biologische. En voor mijn vrouw is dat toch wel iets raar als ik vraag van mag ik met onze kinderen testen? Dan is zij daar kwaad voor, ik weet niet. Iets met vertrouwen en zo. We gaan daar niet over beginnen, want anders is het weer ruzie. Goed, maar die drie aspecten moeten niet bij elkaar zijn om over verwantschap te spreken. En toch vraagt hier Guido, laten we dat biologische testen, omdat ik zeker wil zijn over mijn juridische stamboom. Dat vind ik eigenlijk toch wel belangrijk om hier te zeggen. En wat hij wil doen is met biologie, het lukt allemaal niet, het zal de warmte zijn. Voilà. Dat is de stamboom van Guido. Ja, sorry dat het dan zo klein is, maar dat zijn 4 mannen die vandaag leven. Dat is eigenlijk het opzoekwerk van Guido, dat die allemaal samenkomen in een voorvader uit 1610. En belangrijk is die ene stap te kunnen promoten of te kunnen aantonen dat die inderdaad afstamt van die tak in 1610. 4 personen, dan zou je zeggen, ja, kunnen we niet gewoon die cluster testen gebruiken enzovoort? Ja, dat is al veel te ver terug. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, als dit onze stamboom is of onze kwartier staat, als jij hier, dit ben ik en dit zijn mijn 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders enzovoort, dan ga je op de duur, hoe verder dat je teruggaat in de tijd, niet van iedereen nog DNA overerven. En dat wordt dan in het groen weergegeven. Hier is het een iets te overdreven. Het begint eigenlijk vanaf generatie 7. Dat er voorouders zijn waarbij je niks van DNA nog deelt. Wij noemen die de spookvoorouders. Maar wij willen, omdat er wel een biologische band is, maar geen genetische band meer. Er zijn geen genetische elementen meer bij ons. Maar ik wil dus echt dat in de vandalen krijgen. We zijn hier toch met hoeveel? 150? Dat is toch al voldoende, zeker. We gaan allemaal stemmen voor het woord van het jaar.
Dat gaat eigenlijk vrij snel terug in de tijd. Als je eeuwen wilt overbruggen, gaat het niet gaan. Ik wil toch tonen dat ik ook een bioloog ben. Dus op de x-as zie je het aantal generaties geleden en op de y-as het verwacht aantal voorouders dat je hebt. Genealogisch is het heel simpel. 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders enzovoort. Van wie krijgen we DNA? Dat wordt in het groen weergegeven. Vanaf 6, 7 generaties begint dat af te zwakken. En gaat het aantal spookvoorouders... Ik zeg het nog eens bij, want dat moet toch vandaag, vanaf vandaag toch in de Vandalen zijn. Spookvoorouders begint altijd maar toe en toe te nemen. En die kleine stukjes waar we daar juist over spraken in de vorige lezing, ja, die worden al vanaf 15 generaties terug in de tijd zo klein dat je bijna iedereen hier verwant bent. Dus voor Guido moesten wij niet die autoclusteringen zo gaan testen. Dan zitten we in een veel te korte tijdsfase. Wat kunnen we wel doen? Wel, we hebben 2 unieke merkers of unieke regio's in ons genoom, in onze genetische informatie. En dat is in de moederlijke lijn het mitochondriaal DNA, die we krijgen van onze moeder, 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 haar moeder, haar moeder, haar moeder. En ons Y-chromosoom, dat is enkel voor de mannen hier, sorry. Het Y-chromosoom van onze vader, zijn vader, zijn vader, zijn vader, zijn vader. Dat is dus uniek. En daardoor kunnen we wel... even overbruggen wat we niet kunnen doen met een gewone autosomale test. En dat was eigenlijk Guido van, oh ja, laten we dan een Y-chromosoom. Mitochondriaal was hier dus niet relevant. En het Y-chromosoom is dus ook gelinkt aan onze familienaam. Oei, ik werd even afgeleid. Ik dacht dat er een trein binnenreed. Dus we gaan even het Y-chromosoom bekijken van die 4 personen. Guido wou een beetje slim spelen en mijn ethische commissie is wat overbruggen. Dus hij is gewoon naar Family Tree DNA. Dat mag, hè. Gewoon naar Amerika sturen. Dan moet je niks van wetgeving rekening houden. 4 personen hebben hun DNA afgestaan. En die komen allemaal samen met een meest recente gemeenschappelijke voorouder, 1610. Het moest eerst nog niet te veel kosten, dus we hebben eerst de 37 ISTR-merkers. Dus dat zijn 37 locaties op het Y-chromosoom, waarbij je dan kunt gaan aantonen hoe ver geleden biologisch dan hun gemeenschappelijke voorvader heeft plaatsgevonden. En dat was ongeveer overeenkomstig met het papieren stamboom. Dus op zich, voor Guido was dat al een fantastische vondst. Hij heeft die brug kunnen maken en hij heeft die 4 personen inderdaad... kunnen ook niet alleen op papier, maar ook biologisch met elkaar kunnen linken. Nu, Guido wou wat geld uitgeven, wou ook zeker zijn dat het allemaal klopte. Ik kon genoeg zeggen van forensisch, statistisch is dat allemaal perfect. Dit kan niet per toeval zijn, maar hij heeft toch nog een extra test gedaan, namelijk de 2 verste genealogische verwanten hier. Hè. Guido zelf en Jan van Bentum, dat was een Duitser. Hè. Die hebben hun... Die 2 mannen hebben een Big Y 700-kit besteld. En dan kan je eigenlijk zoveel mogelijk snips en STR-merkers op dat Y-chromosoom om het nog te verfijnen. Maar eigenlijk was dat voor niks nodig. Hetzelfde resultaat kwam erbij. Namelijk, ze zijn al 2 heel verwant, zoals op papier blijkt te zijn. Maar we hebben wel een zeer diepe subhaplengroep die hier allemaal RNB is. Het is hier bijna een familiebijeenkomst. Dus op dit ogenblik konden wij ook zien... Frans was er zelf ook bij, die verwant was, maar veel verder terug in de tijd. En dan kan je echt je plaats gaan zoeken in het Y-chromosoom tussen mensen met een gemeenschappelijke voorouder op historische tijdschaal. Maar belangrijk voor ons verhaal was dus dat die 4 mannen verwant zijn, zoals op papier was verondersteld. We gaan terug tot 1610. Maar Guido was nog ambitieuzer en wou dus inderdaad terug naar 1300. Ja, mooi dat de stamboom dat tot 1600 bewezen is, ook met DNA. En voor 1600 ja, wordt het onderzoek natuurlijk een stuk moeilijker dan daarvoor. Dus hierna volgt de jaren van intensief archiefonderzoek. En dan moet je denken aan kloosterarchieven zoals Kranenburg, Kleve en Xanten, waar ik allemaal heb gespeurd. En diverse huis- en familiearchieven zoals Van Limburg-Stierum, die had belangen in de regio waar ik zocht. In die periode het Huis Berg in Serenberg natuurlijk en het Salm-Salmsjes Archief in Anholt. Nou, daaruit kwamen allerlei puzzelstukjes waarmee ik deze stamreeks heb kunnen opstellen. Ja, helaas misschien voor achterin wat klein, maar in ieder geval
Dus deze stamreeks die begint dan onderaan weer bij de Jan van Bentum, waarmee we de match hebben. Dan loopt hij omhoog tot in de 15e eeuw. En wat je al ziet is dat die naam Walraven, die komt er weer om de generatie terug. Hè? Dus het patroon van vernoemingen is al herkenbaar. En wat ook belangrijk is, dat al deze generaties, er waren schepen van Kekerdom en Leut. Dat zijn kleine plaatjes bij Nijmegen. En dat is ook interessante informatie, want om schepen te kunnen worden moest je minimaal 25 jaar oud zijn. En vader en zoon mochten niet tegelijkertijd in de schepenbank. Dus als er een nieuwe van Bentum verscheen, ja, dan kon je wel nagaan dat de senior was overleden. En daarmee kun je de generaties ook goed in de tijd plaatsen. Nou, een andere item wat ik heb kunnen vinden is dat op één na, dat is de tweede, heb ik kunnen vinden dat ze een perceel land in eigendom hadden naast de kerk van Leut. Dat kan ik bij al die generaties dan op die tweede na kan ik dat terugvinden. Nou, dat zijn allemaal wel belangrijke aanwijzingen dat deze stamreeks klopt. Maar dan zitten we met die bovenste walraaf in de 15e eeuw. En het kasteel Spaldorp ging in 1473 over in andere handen. En ja, dan vraag je je af, waarom heeft deze walraven dat kasteel niet geërfd? Want hij leefde in dezelfde tijd. En ja, misschien was dat zijn broer die overleed. Dus dan komen we bij het volgende plaatje. En dan zie je al, links zie je twee wapens. Het wapen met de hondenkop, dat is het wapen van de Gelderse familie van Bentum, zoals dat vanaf 1328 in ieder geval werd gevoerd. Misschien al eerder, maar in ieder geval 1328. Zo staat afgebeeld in het wapenboek van Gelre. En in het eerste en het vierde kwartier zie je het wapen van Bentheim. Dat zijn de goudkleurige bollen op een rood veld. In het tweede en derde kwartier zie je het wapen zoals het ook werd gevoerd door de schepenbank van Heeswijk. Want ze waren ook heer van Heeswijk in die periode. Dus ze hebben dat wapen gevierendeeld met de heerlijkheid Heeswijk. En dan zie je het wapen ernaast. Dat is getekend door de bekende Kleefse historicus Friedrich Corrissen. En dan zie je al mensen die een beetje verstand hebben van heraldiek. Dan zie je dat er een schuine streep door het wapen staat. En dat is een teken van bastardij. En dan hebben we dus de verklaring dat deze walraven dus niet het kasteel met de heerlijkheid kon erven. Want ja, hij was een bastaard en kon geen officieel erfgenaam zijn. Daarnaast nog een stukje tekst uit het tolregister van Lobith. Dus deze walraaf heeft ook een keertje de oversteek gemaakt over de Rijn van zuid naar noord. Hij moest tolgeld betalen. Dat was in 1476, dus dat was 3 jaar nadat de laatste van Bentum was overleden. En er staat achter zijn naam Van Spaarop. En dat is een verbastering van Spaldorp. En dat betekent dat hij na het overlijden van de laatste familie van hem, dat hij nog op het kasteel woonde. Nou, daarmee hebben we wel met zekerheid bewezen dat daar een link zit met de Gelderse adellijke familie van Bentum. Dan kunnen we naar de volgende slide. Die Gelderse van Bentums die zijn heel goed gedocumenteerd tot in de 13e eeuw. Dus een Walraven 1 die komt al voor in 1285. En ja, dan is de logische vraag, stammen zij af van de graven van Bentheim? Ik heb daar in de Nederlandse Leeuw een artikel over gepubliceerd in december. En voor de mensen die het artikel niet kennen, heb ik hier even een samenvatting opgenomen wat de belangrijkste argumenten zijn voor de afstamming. Nou, je ziet aan de linkerkant twee wapens. Het linkerwapen is van Walraven 1, dat is eigenlijk de eerste die opduikt in Brabant, in Heeswijk. En dat is vrijwel identiek aan het wapen van zijn halfbroer graaf Egbert van Bentheim. De goudkleurige bollen op een rood veld. Nou, dat is al een belangrijke aanwijzing. Het Gelderse Brabantse geslacht van Bentum behoorde ook tot de zogenaamde nobilis. Dus dat is de afstamming uit de oude adel, de oeradel. Dat was, net als de graaf van Bentheim behoorden ze daarmee tot dezelfde stand, zou je kunnen zeggen. Er is ook een bloedverwantschap met hoge adel, kan je terugvinden. De familie van Bronkhorst is bijvoorbeeld verwant. Maar graaf Willem III van Holland, die noemde Walraven II, noemde hij zijn neef. En dat in de middeleeuwen kon dat betekenen dat dat neef tot en met de 50 graad terug was. Hè. Dat is niet zoals we nu neef bedoelen, maar het kon tot de 50 graad teruggaan. En hoe die afstamming gelopen zou kunnen hebben, heb ik ook in het artikel opgenomen. Nog eentje terug. Iets te enthousiast. Was het al 3 minuten? Nee toch?
Dan zien we goederen van de graven van Bentheim. Zien we, ja, die in de 13e eeuw worden opgezomd in 1267 bij een erfdeling. Die zien we tot in 1385 zien we die terug verschijnen bij de Gelderse van Benthams. Heel specifiek een hofstede te Westerhold. Ja, die wordt heel genoemd in 1267. Maar in 1385 vind je dat nog in de Gelderse tak terug. Nou, een stukje vernoeming ook. De tweede vrouw van Otto, die heette Jutta. En de dochter van Walraven 1, die heet ook Jutta. Ja, daarmee komen we tot de volgende stamreeks, Maarten. Als we weer beginnen bij de bastaard. De Walraven bent op 15e eeuw. Dan zien we een opvolgende stamreeks met de Gelders-Brabantse van Benthams, de heren van Spaldorp en Heeswijk. Dat gaat terug tot de 13e eeuw. 1284, de eerste vermelding van Walraven 1. Dan zie je drie graven van Bentheim. Otto 2, Boudewijn, Otto 1. Dan kom je terecht bij Dirk de VI van Holland. Want de graven van Bentheim waren een jongere zijtak van de graven van Holland. Dirk de VI was gehuwd met de erfgename van Bentheim. Dus dat was Sophia van Rijneck. En de oudste zoon werd graaf van Holland. En de tweede zoon Otto werd graaf van Bentheim. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi. Maar Maarten, kunnen we met DNA deze hypothese bewijzen? Hebben we een lijk beschikbaar, Maarten? Ja, zoals ik altijd zeg, elke week krijg ik wel drie of vier van die mails van ik ben verwant aan Karel de Grote, Napoleon. En dan zeggen ze altijd, maar in die kerk ligt er nog iemand die verwant zou kunnen zijn, alsof dat mijn schop en mijn botten altijd klaarstaan. Maar ik zei het ook tegen Guido, dat kan allemaal wel zijn. Nee. Je mag van mijn part verwant zijn aan Dirk, maar... Als je met een lijk komt, dan kunnen we het testen. En hij had geen lijk van Dirk de VI graaf van Holland, maar wel van een andere tak die daar vertrekt naar de graven van Holland, graven van Zeeland. En met andere woorden, wij gingen naar Middelburg. En in Middelburg, dat is ook de kaft geworden, heb ik gezien van het boekje, is er een graf in de koorkerk van de voormalige abdij. En daar, hier in de zijkant staat er een grafsteen. En hier in Den Haag staat ook zijn portret van wie dat het zou mogelijk zijn, het skelet die daaronder ligt. En voor, ja, het is nu zo klein, dus ik ga het zelf zeggen. Graftombe met gebeente van de Rooms-koning Willem II, graaf van Holland. En er is heel wat te doen over is dat nu wel Willem II. Want volgens anderen zou het zijn broer de voogd zijn, Floris de Voogd. Daar zijn twee kampen. Ik ga hier geen partij kiezen, want voor mij kan het geen bal schelen. Want die twee zijn inderdaad allebei normaal gezien van dezelfde vader en zouden hetzelfde Y-chromosoom moeten hebben. En als heel de theorie van onze heer Guido klopt, dan zou inderdaad het Y-chromosoom hetzelfde moeten zijn als dat van het skelet in Middelburg. Nu, met... de bedenking natuurlijk dat er nergens een koekoekskind mag zijn. Nu, uit mijn onderzoek weet ik dat de meeste koekoekskinderen zelf nog in de 19e eeuw voorkomen, dus die hebben we al goed overbrugd. Dus laten we nu het Y-chromosoom bekijken. En er was inderdaad al een bebonstering geweest van dat skelet door mijn collega Peter de Knijf van Leiden. Dankzij Guido en zijn bemiddelingen is dat... botmateriaal bij ons terechtgekomen in Leuven, heb ik daar nieuwe DNA-extracties van gemaakt en hebben we zoveel mogelijk ISTR-merkers geanalyseerd om dan te vergelijken met dat van Guido. We hebben er 41 kunnen realiseren en wat blijkt, ze komen bijna helemaal hetzelfde overeen met dat van Guido en zijn verwanten. Er is een bevestiging van de verwantschap, althans volledig forensisch. Dus we kunnen zeggen inderdaad dat biologisch gezien we duidelijk aanwijzingen hebben dat Guido heel zijn hypothese correct is en die ook helemaal gestaafd is met een stamboomboek die nu al 300 pagina's heeft of zo. 500, voilà. Ik zit nog maar aan pagina 200 of zo, denk ik. Dus heel lijvig en er is nu ook biologisch materiaal om het te bevestigen.
Dus dat is fantastisch. Ik ben nog eigenlijk zelf nog extra bezig met nog andere testen. Omdat we zoveel materiaal hebben van zijn Y-chromosoom, dacht ik van, laten we vooral nog extra snips bekijken. Maar waar we nu volledig op inzetten, is het volledig genoom van Willem II. Met shotgun sequencing, dat wil zeggen dat we alle stukjes van DNA die er aanwezig nog zijn in het skelet, dat we die allemaal aflezen, alle lettertjes, alle DNA-letters, om te kijken en om nog een extra bevestiging te hebben, maar ook om nog extra informatie te krijgen over Willem II of zijn broer, want ik neem geen positie in dat verhaal. Heb ik nog even tijd? Nog vier? Oh, dat is wel jammer, want ik wou eigenlijk... Guido staat hier te glunderen. Nu, ik heb een andere familie die minder staat te glunderen. Dit zijn allemaal mensen die ik meegenomen heb naar Bonn, omdat ze allemaal eenzelfde familienaam hebben, namelijk Van Beethoven. En normaal gezien ging het er nu pum komen. De techniek... daarom want wij hebben het DNA van Beethoven ook geanalyseerd. We hebben dat een paar... weken geleden, een paar maanden, in maart, gepubliceerd. En we hebben ongeveer 8 haarlokken, er was geen lijk betrokken, maar gewoon haarlokken, verzameld. 8 ervan, 1 werkte niet genetisch. Dus we hebben er 7 wel gebruikt. En 2 ervan waren compleet iets anders. En misschien hebben jullie het boek Beethoven's Hair gezien over dat hij loodvergifting zou gehad hebben. Dat blijkt nu haar te zijn van een Joodse vrouw. Dus niet van hem. Maar 5 van die lokken waren effectief gelinkt aan een West-Europese man. En het kan niet anders zijn dan dat van Beethoven. Wat we gedaan hebben, is eerst ook met triangulaties gewerkt. Ik ga daar eigenlijk niet zoveel over zeggen. Maar wat we gedaan hebben, is over de hele databanken ook gekeken met wie heeft Beethoven allemaal kleine stukjes DNA, centimorgens, maar dan spreken we over 7-8 centimorgens. En waar komen die mensen, hun voorouders, allemaal vandaan? En dan kwamen we uit dat die vooral clusteren in Rijnland-Westfalen. Dat is een nieuwe methode die we daarvoor ontwikkeld hebben om meer zekerheid te hebben. Maar we kwamen niet uit dat hij uit Vlaanderen ook afkomstig was. We vonden geen enkele match. Nu is in Vlaanderen bij ons het enorm altijd zo. Het is een kind van Vlaanderen, want zijn grootvader was Ludovicus. En die kwam uit Mechelen. En die is dan, hij had een schoon stemmetje, is dan via Leuven in Bonn terechtgekomen. En het was zijn kleinkind die dan de grote componist werd. Nu, in Vlaanderen leven nog allemaal zo'n 145 van Beethovens, die ik daar juist op de foto heb getoond. En ook daar heb ik verschillende mensen, mannen, uiteraard het Y-chromosoom laten analyseren. Die zijn allemaal verwant met een zekere aard van Beethoven, een boer. Waar mijn schoonouders wonen nog, dat is in de zijstraat van hun. En die zijn daar zo trots op, er staat een stambeeld enzovoort. Nu, wat blijkt? Dat Beethoven zelf een totaal ander Y-chromosoom heeft. Dus ik mag niet meer in die gemeente komen nu, dat is niet zo erg. Dat wordt hier opgenomen op YouTube. Oei, ja. Dat is heel erg. Hè. Ook in Mechelen mag ik niet meer, want ja, ergens hier moet er tussen deze persoon en Ludwig van Beethoven moet er een koekoekskind hebben plaatsgevonden. We hebben ook gezocht in al die databases naar andere mensen met mogelijk Y-chromosoom die ingeslopen is in die lijn van Beethoven, maar we hebben niks gevonden. En dan moeten we altijd stellen van, ja, maar zijn die haren van Beethoven wel? Of het lijk in dit geval. In ons geval, we zijn er absoluut zeker van. Is er misschien een foutje ingeslopen in de stamboom? Kan. En we hebben alles uitgezocht. Ik heb daar 2 jaar aan gewerkt om gewoon dezelfde stamboom te hebben wat we hadden. Dat is ook niet. Dus wij komen uit dat een bepaalde voorouder of voorvader niet de biologische vader is. En er was eigenlijk al rumuren, of hoe noemt dat, roddels, dat de grootvader, dus die man uit Mechelen, niet de biologische vader was van zijn zoon, Johan. Ze vinden maar absoluut niet zijn doopakte terug. De moeder of de grootmoeder van Ludwig van Beethoven had alcoholisme en is zelf moeten weggeplaatst worden. Allemaal red flags om te zeggen van mogelijk zit hier een koekoekskind in die stamlijn. En dat is wel heel belangrijk om te weten, om de figuur van Beethoven te begrijpen en hoe in welke familiesituatie hij geleefd heeft. Dus ook in Mechelen ben ik niet meer welkom.
Dat is zijn standbeeld met de grootvader die kijkt naar de grote kathedraal. Dus dat is niet. Ik heb het wel tot de New York Times geschopt met een quotation. Want ik ging dan tegen die mensen gaan zeggen, ja, maar jullie zijn de echte van Beethovens. Maar daar, waarschijnlijk heette hij Müller of zo, Johan Müller. Hè. Maar daar konden ze eigenlijk niet mee lachen. Maar ze waren eigenlijk wel heel teleurgesteld, uiteraard. Want zij horen elke dag, och, toch geen familie van, als je van Beethoven heet. Ja. Nu, we hebben dat enorm privacygevoelig. Ja, dit gaat over eeuwen natuurlijk geleden. Maar ik doe heel veel onderzoek naar wat betekent zo'n verhaal. Als je vindt dat je vader niet je vader is. En je komt dat eigenlijk zelf ook terug bij deze familie. En daarom ben ik ook heel benieuwd naar het onderzoek die wij pas recent hebben begonnen zijn. In Roermond hebben wij een reliquietje opengedaan met hetzelfde doel als Guido, als die Beethoven-mensen. En dat is de linkje met deze persoon, Dionysius de Kartuizer, in Roermond. Echt wel zeer typisch Roermondse sfeer met een schildpad en citrusvruchten, dat groeit daar met hopen. Maar hij was een visionair, of hij had visioenen. Hij schreef enorm veel, was een mysticus en was enorm beroemd, maar nu kennen we hem niet meer. En we willen hem terug tot leven brengen, althans ook genetisch. En willen we gaan kijken van de schedel die men nu nog altijd bewaart, is dat wel degelijk die van Dionysius de Kartuizer? We weten zijn familienaam van Leeuwen, is ook in huidig Belgisch Limburg, die families die daar wonen. Maar het eerste wat eigenlijk al moeilijk was, was zit er wel iets in het reliekkistje? Dus dat was al heel spannend voor ons. Dus met de mensen van de kerk. Er zat gelukkig een schedel in, met één tand. En gelukkig hebben we dat nog nodig voor DNA-analyse. En dus we zijn zeer benieuwd wat er gaat uitkomen en of dat daar ofwel een zeer positief resultaat zal zijn, zoals Guido, of zoals Beethoven, een beetje minder voor de familieleden. Dit onderzoek is samen met de stichting Edmond de Lougne, waarvan de vertegenwoordigers hier ook zijn. En we hebben samen met de KU Leuven en met de Universiteit van Antwerpen een project of een samenwerking rond genetische genealogie. We geven heel wat cursussen, symposia, sommige van jullie kennen het al. En zo komt het ook dat ik genetische genealogie lesgeef en eigenlijk een cursus aan de Universiteit van Antwerpen geef. En Martine Zoeterman, die hier rondloopt, die volgt nu haar cursus en heeft vrijdag haar examen. Dus ik zou maar beginnen stressen. Dus als jullie interesse hebben om ook universitaire opleiding te hebben als genetisch genealoog of als genealoog, dan kan je ook bij mij terecht en bij de mensen van de Lougne Stichting. En ik zou eerder zeggen, moet ik u nu als edelman aanspreken? Of volgens mij kan het, genetisch gezien. Je kan mij altijd mailen en Guido ook en twitteren en in het artikel staat al onze informatie. Maar we doen nog verder met het onderzoek om het volledige genoom van onze Roomskoning, of van jullie Roomskoning, niet van mij, verder te analyseren. Dank u wel. Hoewel de klok een beetje dringt, wil ik zeggen er is tijd voor drie korte vragen, omdat discussie ook aardig is. Ik zal geen eierwekker zijn. Wie heeft een vraag aan Maarten en of Guido? Hier is een microfoon. Ja, bedankt Guido. Mooi verhaal. We zijn van onderzoek een groot deel van West-Adel in kaart gebracht, zeg maar, eigosomaal. En ik vroeg me af, ik heb net even de van Bentheim opgezocht. Die zijn ook verwant met de graven van Bitgau, een ander Duits geslacht. Ben je daarmee bekend? Heb je daar onderzoek naar gedaan? Ja, door deze connectie ben ik ook verwant aan Willem-Alexander bijvoorbeeld. Dus ja, waarschijnlijk wel, maar ja, het gaat heel ver. Dus niet specifiek deze. Nee. Okay. Nee. Maar je, zeg maar in het de openbare database van Family Tree DNA. Er staan inderdaad ook de graven van Holland staan daar genoemd onder de haplogroep. Ja, dat is 152. Mijn project. Ja, dat is mijn project. Ja, precies. Ja. Er staat ook het geslacht van de Niepen met een verbintenis met de graven van Bitgau. Ja, zou je die kunnen samenvoegen of tot een cluster?
Geen idee, zou ik naar moeten kijken. Oké. Okay. Nee. Ja. Dan is de laatste vraag alweer aangebroken en het recht van de moderator is om die te mogen stellen. Dat ben ik vandaag. En ik wil die vraag stellen, Maarten, aan jou. Jij maakt een beetje in de front edge de ontwikkelingen mee. Dat gaat heel hard. Wat is jouw gedroomde project, als jij de ontwikkelingen vooruit ziet, wat jij graag nog mee wil zien ontstaan, waar jij een bijdrage aan wil leveren? Ik was vroeger als klein kind was ik fan van een Nederlander, een Hollander zoals wij dat zeggen, een Hollander. En dat was Hollander, hè? Hollander. Maar wij weten wel hoe dat we jullie noemen. En dat was Griet Titulaar, die met zijn baard. En die, ik zie vaak nog eens naar zijn boeken. En die sprak over 2020, gingen we allemaal tijdreizen en gingen we naar de Mars gaan. Maar hij had niet gezegd dat ik voortdurend gecontacteerd ging worden via mijn cameratoestel. Dat wist hij niet. Om maar te zeggen, ik geloof eigenlijk niet zo om te zeggen, we gaan daar naartoe. We willen eigenlijk meer over het verleden weten. En dus wat ik eigenlijk wel denk, is wat ik zie, is het kolonialisatie of kolonisatie is nog altijd een zeer gevoelig thema. En daar worden nog heel wat nieuwe projecten over nagedacht onder onze collega's, zowel hier als in Rotterdam, als bij ons. Dus ik denk vooral in die richting nog verder te evolueren. Maar ik denk ook privacy wordt heel belangrijk, want het wordt zo goedkoop, het wordt zo gemakkelijk zelf om hier met stof in deze ruimte om DNA-analyses uit te laten voeren. Om daar identificeerbare stukjes te vinden, dat het eigenlijk ook heel privacygevoelig zal worden. Dus door de kostprijs lager te worden, gaan het misbruiken hoger worden. Dat is altijd zo. Nu kost het nog te veel. Dus ik denk dat we vooral ook naar privacy, dat we daar gaan doen. Maar mijn gedroomde studie, dat ga ik maar weten als ik gedaan heb, denk ik. Ja. Ja. Elke dag, en het verandert zoveel. En ik weet nog het verleden niet genoeg, dus dat wil ik nog eerst kijken. Er meldt zich een nabrander, Marten Jan. Ik heb een suggestie. Ik was onlangs in Maaseik en daar staat een groot standbeeld van de gebroeders van Eyck, die uit Maaseik afkomstig zouden zijn, uit recent archiefonderzoek is gebleken dat ze waarschijnlijk uit Bergeyck komen. Zou u dat kunnen uitzoeken? Ik heb daar allemaal al naar gekeken, maar we vinden gewoon geen skeletten. Dus de broer Hubertus is begraven in de Sint-Onatiuskerk, die is al lang weg. Er zijn geen graven meer. Van Eyck, Jan, weten we ook niet. Ik heb eens alle Van Eycks gekeken. Om een link te maken met de illustre familie, maar dat is ook niet mogelijk op papier. Dus het zal, denk ik, voor jullie een droom blijven en vooralsnog blijft hij van ons. Ja. Heel goed, heel goed.